Ja, 6 nominaties vanavond. Had je dat verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. Maar het is een mega schoon compliment. Ja, ja, ja. Het is ook jouw eerste Mias. Hoe kijk je daar naartoe? Ja, in 2017 was ik ook al 2 keer genomineerd. Maar toen had ik de rode loper, toen was ik niet belangrijk genoeg, dus ze zijn me vergeten. Dus nu is het wel grappig, want er staan hier al mensen en die juichen voor je, maar het is grappig, ja. Als je nou één van die 6 nominaties zou mogen kiezen, beter 1 hand in de vogel dan 6 in de lucht, ja. Welke zou dat zijn? Ik zou er graag 2, mag dat ook 2? Ja, het is goed, ja. Graag album en videoclip. Dat zijn de 2, dat album is. Maar dat is een hele moeilijke, denk ik, om te winnen. Videoclip, omdat ik steek daar heel veel energie in, heel veel tijd. En dat is echt zo mijn ding waar ik mijn ei kwijt kan. Dus dat zou heel mooi zijn, ja. En als je er 1 zou moeten doorgeven, wie zou dat dan zijn? Dan zou ik ook het album aan Zwangere Regie geven. Het beste album, ja. Ja. Die had ook al 7 nominaties, dus. Ja, voilà, die had er ook wel, ja. Wat zijn nog jouw plannen voor de rest van het jaar? De plannen zijn, nu nog zitten we in een clubtournee, dus doen we nog een aantal clubs, de Roma, het Depot in Leuven en de festivals. Hè. En dan daarna nog een beetje toeren en op het gemak nieuw materiaal maken. En we zien wel wat er op mijn pad komt. Ja. Je gaat ook zingen voor kinderen? Ja, we doen, dat is op vraag van de concertzaal De Kreun, dat we een middagconcert doen voor volwassenen die binnen mogen, maar enkel de voorwaarde is met een kind, dus onder de 15 jaar, denk ik. Dat is spannend, want de show wordt eigenlijk niet aangepast, het is een normaal optreden.